zeggen van nou, de Noorderarkade, ja, de afgelopen jaren dat ik hier in de regio woon, de Noorderarkade, ik kwam er altijd heel snel, heel vluchtig. Ik ging altijd naar de Mediamarkt en even naar de ANWB, maar ik holde eigenlijk altijd alweer direct weg. Tot eigenlijk afgelopen weekend, want toen vond ik eigenlijk in het gebouw dat er iets gebeurd was. En dat was natuurlijk doordat de voorstelling Romeo en Julia daar stond. En Festival Vak ook die hele ruimte geweldig heeft aangekleed. Dat was voor mij eigenlijk het moment van verdorie. Ik wil hier gewoon blijven. Het is gewoon heel, heel leuk hier in de Noorderarkade. Nou, mijn naam is Karin Geeling en ik ben sinds anderhalf jaar met heel veel plezier bestuurslid bij Festival Vak. En namens de organisatie en namens het bestuur wil ik vanavond de aftrap doen van de Jonge Talentroute. En Festival Vak, we zijn het begonnen bijna 2 jaar geleden. En het is niet zonder slag of stoot tot stand gekomen. Tot april was het nog onzeker of we alle financiën rondkregen. Maar we staan hier nu en het is gerealiseerd. En daar ben ik echt heel trots op. En ik wil daarvoor echt met name de dagelijkse leiding en de organisatie dank voor zeggen. Loes, Monique en Moos, daar zijn ze. Dan wil ik even hartelijk applaus. Het is echt niet gelukt. Dus, vorige week is Romeo en Julia reeds in première gegaan. Hebben jullie hem al gezien? Ja? Ja. Als je hem nog niet gezien hebt, ga vooral kijken, want het is echt een moeite waard. Het is echt een mooie voorstelling en een mooi voorbeeld hoe jonge moderne dansers en vechtsport en een heel orkest van muzici, hoe dat in een hele kwalitatief goede voorstelling tot stand is gekomen. Dus echt een moeite waard. Nou, vanavond heel iets anders, want je zou kunnen zeggen Romeo en Julia, ja, dat is de parel van Festival Vak. Maar ik zou echt willen zeggen, de Jonge Talentenroute, dat is voor mij echt een groeibriljant. En persoonlijk vond ik dit onderdeel ook wel het meest bijzondere. Ja, we weten allemaal dat binnen het huidige podiumkunstenbestel, het hele kunstenbestel eigenlijk, wordt ontzettend aan de stoelpoten gezaagd met alle subsidies. En met name het jonge talent, ja, daar gebeurt niet meer zo heel veel voor in de toekomst. En ik ben zo blij dat we juist met Festival Vak dat podium kunnen bieden, dat platform, dat jullie jezelf, je talenten ook aan een groot publiek kunnen laten zien. En dat vind ik echt hartstikke goed. En ik wil met name de culturele organisaties bedanken die juist jullie alle afzonderlijke talenten hebben ondersteund. Met zowel werkruimte, met adviezen. Met alles eigenlijk. En voor al die culturele organisaties een hartelijk applaus. Even helpen, want ik wil graag even alle jonge talenten even voorstellen. En dan misschien even koppelen aan de organisatie. Want Lianne van Oost. Lianne Oost. Yes. En Arda en Lianne. Nee, Lianne die hoort bij Lien van de Kunst. Van de Kunst. Ja. Arda Maas. Remy van Zari. En Lisa Templon en Koene Wouters. Die staan achter. Hier ben ik. Moet ik erbij? Ja, kom erbij. En Dress Up Dolls. Toch een applaus. En Kaiting Lam, als ik het goed zeg. Namens Theater Kool. Oh, en Eva zie ik hier toch? Zag ik net. Ja. Daar staat ze. Dankjewel Eva. Sarai de Haan. Sarai. Ja, Marieke staat hier. Marieke, dankjewel hè. Nou,
allemaal laten inspireren door het thema van het festival Liefde in de Stad. Ik ben heel benieuwd wat eruit is gekomen. En ik zou willen zeggen, het zijn 3 routes geworden. En ga je vanavond niet alle 3 de routes doen, kom gewoon komend weekend weer terug. Om de andere 2 routes ook vooral te volgen. Nou ja, het komend weekend nog veel meer activiteiten. De tent staat er al. Voor de kinderactiviteiten, er komen bandjes. Nou ja, je kunt eten, dus ja, voldoende om te zien, te proeven en te horen. Dus ik zou zeggen, nou, ik hoop echt dat het festival dat ook grond gaat krijgen in Alkmaar de komende jaren. En dat men over een aantal jaren in Nederland, als we spreken over Alkmaar, zegt het is van de kaas, het is van AZ en het is van festivalvak. Nou, hartelijk dank en heel veel plezier. We gaan zo beginnen, maar jullie moeten je even klaarmaken om klaar te staan. Dus ik zou willen vragen of iedereen die zo meteen meegaat in de routes, eerst even naar de kassa van het festival wil lopen, want daar vandaan starten de routes. En dan krijgen jullie even de tijd om je boel op orde te doen. Dank jullie wel. Ja.